een samenwerkingsproject waarbij de leerlingen elkaar beter leren kennen. En waarbij ze door middel van onderzoekend leren een vraagstuk op gaan lossen. En we hebben verschillende crime scenes uitgezet in het dorp. En leerlingen gaan in groepen proberen om te achterhalen wat er is gebeurd. We hebben groepen gemaakt waarin leerlingen van de Bosmark en Vastgoedvoren samenwerken. En ze moeten ook samenwerken, ze hebben een rolverdeling gemaakt. Ze zijn echt op elkaar aangewezen deze week. En je ziet dat heel goed gaat. Wat zijn jullie vandaag aan het doen? We zijn aan het onderzoeken wie de olievaten daar heeft gedumpt. We hebben daar al wel verdacht busje gezien. En die zijn we nou een beetje aan het onderzoeken of... We hebben ook sporen gevonden of dat van het busje is. Welke spullen gebruiken jullie om te onderzoeken? Van alles eigenlijk. Ja, vingerafdruk, vingerafdrukpoeder. Dus ook een pH-meter. Ja, we gaan gewoon verder onderzoeken en kijken of mensen vragen of ze iets hebben gezien of gehoord. Wat proberen jullie te bereiken met zo'n samenwerking tussen groep 8 en de brugklas? Nou, wij hebben vorig jaar een traject ingezet waarbij we willen proberen om het onderwijs van het basisonderwijs hier in het dorp en het voortgezet onderwijs in Dinxperlo, om dat beter op elkaar af te stemmen, om daar een meer doorlopende leerlijn van te maken. Zodat er eigenlijk een doorlopende leerlijn ontstaat voor leerlingen van 0 tot en met 16. En daar hebben we verschillende initiatieven voor gestart om dat beter op elkaar af te stemmen. En daar is dit project een onderdeel van. Nou is dit een project van school. Moeten jullie samenwerken met andere leerlingen? Hoe vind je dat? Dat is wel leuk. Je leert ook andere kinderen kennen en dan samenwerken. Het is ook leuk om op een andere school ook een keertje te werken en zo. Het is gewoon heel erg leuk om met andere kinderen te werken die al wat ouder zijn dan jou. Nou, de samenwerking is geslaagd als wij kunnen zeggen dat we het onderwijs van 0 tot en met 16 zo naadloos mogelijk in het dorp hebben vormgegeven. Dus dat we zo goed mogelijk ervoor gezorgd hebben dat de leerlingen goed door kunnen op hun weg naar volwassenheid. Dat ze zo goed mogelijk kunnen leren en al hun talenten kunnen ontplooien.